aan de rand van de Tweede Maasvlakte vind je naast enorme containerterminals en schepen ook iets wat je misschien niet verwacht. Een terras met een giga-uitzicht. Ze noemen het hier dan ook wel het balkon van Europa. Nou, het balkon van Europa, dat is eigenlijk gewoon, ja, het is gewoon een patatzaak, traditioneel. Heel simpel. Maar ja, goed, natuurlijk eigenlijk met een heel fantastisch uitzicht. Dus dat is het eigenlijk, in het kort. De patatzaak bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar. En het is er bijna elke dag een komen en gaan van mensen. Je vraagt je af, hoe vinden mensen eigenlijk dit verborgen terras? Nou, ik bel net een collega. Ik zeg, weet je nog wel een bakje koffie ergens in de buurt? Hij zegt, dan moet je even hier naartoe komen met de vrachtwagen. En zodoende. En wat vindt u ervan? Het is letterlijk een beetje op het einde van de Maasvlakte. Het is net vakantie. Ja. En het zijn zeker niet alleen maar vrachtwagenchauffeurs die dit plekje op het einde van de Maasvlakte weten te vinden. Nou, daar kun je echt van alles komt hier. En uiteindelijk natuurlijk de mensen uit de haven die komen hier altijd lunchen. Dat sowieso. En we hebben dagjes met ze, toeristen, bootspotters, vogelspotters. Ja, er komt hier van alles en nog wat. Niet alleen met mooi weer, juist ook met slecht weer komen veel mensen naar dit uiterste puntje van de Tweede Maasvlakte. Jazeker, absoluut. Ja, we zijn natuurlijk het verste puntje in zee. Dus het waait hier eigenlijk altijd. Nou, vandaag dan toevallig niet. Maar ja, als het hier waait, waait het hier goed. En daar genieten de mensen ook van. Dus mensen komen hier ook echt om in de wind te hangen. Dus mocht je nog eens onverhoopt op de Maasvlakte zijn, rijd dan gewoon nog een stukje verder en geniet van het uitzicht.